Nu we hebben gezien hoe de Engelsen 13 koloniën stichten aan de Amerikaanse oostkust, wordt het tijd om daar eens wat meer naar te gaan kijken hoe die koloniën precies in elkaar staken. Want daar zaten nogal wat verschillen tussen. En er komen verschillende kenmerkende aspecten voorbij. Met name het kenmerkende aspect dat gaat over de wereldwijde handelscontact en het begin van de wereldeconomie. En ook het kenmerkende aspect van de uitbouw van de Europese overheersing en ook uh, de transatlantische slavenhandel. Die spelen hier een heel belangrijke rol bij. Maar zoals gezegd dus, 13 Britse koloniën in Noord-Amerika, de roze gebieden hier op dat kaartje. En er zit een verschil tussen de koloniën in het noorden en in het zuiden, dus we trekken er even een stippellijn doorheen. Nou, die kolonie in het noorden, dat zijn met name vestigingskoloniën. Daar, daar trekken mensen dus naartoe om zich permanent te vestigen. Ja, en wie waren dat dan? Ja, dat waren mensen die dus voornamelijk uit Europa kwamen, uit Groot-Brittannië, maar ook uit andere gebieden. En de bevolking bestaat dan ook vooral uit Europeanen en hun afstammelingen. Het is dus een overwegend blanke bevolking. Ja, waar leefde die dan van? Nou ja, dat was uh, kleinschalige landbouw vaak, en veel kleine boerenbedrijven. Uh, er werd heel veel gehandeld en de nijverheid speelde ook een heel belangrijke rol. Eigenlijk de typische middelen van bestaan zoals je ze ook in Europa zag. Uiteraard trok ook veel Europeanen naar het zuiden, maar die zuidelijke koloniën die zaten toch anders in elkaar, dat waren zogenaamde plantagekoloniën. Uh, dat betekent eigenlijk dat de economie vooral door grote plantages bepaald werd. En die plantages die werden bewerkt door slaven en dan zie je dus dat een veel groter deel van de bevolking uit slaven bestaat. Het is niet zo dat er in het noorden geen slaven waren, die waren er wel zeker, maar in het zuiden was het aandeel uh, slaven in de totale bevolking gewoon veel groter. Ja, en die slaven die werden op die plantages gedwongen om producten te verbouwen die bedoeld waren voor de export, zoals bijvoorbeeld katoen en tabak. En nu zoomen we even wat uit op de wereldkaart, want die 13 koloniën vormen slechts een deel van het Britse Rijk in Amerika. Er waren nog andere gebieden waar de Britten ook plantagekoloniën hadden, met name in het Caribisch gebied. En het ging bijvoorbeeld over Barbados en Jamaica. En Jamaica dat is het eilandje hier bij de Rode Cirkel en Barbados is een ander klein eiland dat je hier ziet. En op die twee eilanden werden dus ook enorme plantages aangelegd waar slaven moesten werken en waar de Britten heel veel winst uit haalden. Maar of het nu op Jamaica of op Barbados of in die zuidelijke of in die noordelijke kolonie aan de Amerikaanse oostkust is, overal in die Engelse kolonieën werd gebruik gemaakt van slavenarbeid. Ja, en die slavenhandel groeit gedurende de 17e en de 18e eeuw alleen maar verder door de zeer lucratieve driehoekshandel. En lucratief, dat betekent dat je er dus heel veel geld aan kunt verdienen. En als je afvraagt hoe zat het ook alweer precies met die driehoekshandel, het kaartje hier rechts laat het even zien. En kunt ik even terug naar tijdvak 7, naar dat kenmerkend aspect over die transatlantische slavenhandel. En omdat die slavenhandel zo winstgevend was, richtten de Britten er een speciale compagnie voor op: de Royal African Company. En die Royal African Company, de RAC, kreeg eigenlijk het monopolie op de Engelse handel met West-Afrika. En dan hebben we het dus over het gebied daar in die rode ovaal. En uh, zij waren eigenlijk de enige Britse compagnie, het enige Britse bedrijf dat in uh, goud en slaven mocht handelen vanuit dit gebied. En hier zie je dus heel goed dat uh, het ontstaan van die wereldeconomie aan de ene kant zorgt voor hele grote winsten voor bijvoorbeeld dat Britse Rijk en ook voor andere Europese landen, maar dat dat dus ten koste gaat van miljoenen Afrikaanse slaven.